ons Citizen Science project Mama Mito, waarbij dat we de Vlamingen hebben uitgenodigd om hun moederlijn op te stellen. Dus de lijn van moeder op moeder op moeder, omdat die genetisch heel interessant is. We hebben allemaal een stukje mitochondriaal DNA die we in die lijn enkel krijgen. En door mensen dat te vragen van hun moederlijn op te stellen, was het onze bedoeling om verwantschappen in directe moederlijke lijn waar te nemen. Mm-hmm. Terwijl vroeger, ja, het klassieke onderzoek is in vaderlijke lijn. Absoluut, dat is ook het gemakkelijkste. We hebben allemaal onze familienaam die we meestal krijgen van onze vader, zijn vader, zijn vader, zijn vader. Maar eigenlijk kun je het even goed doen in moederlijn. En dan spreken we van voormoeders. En we zijn daar ook biologisch meestal meer zeker over. Mm-hmm. Voor uw onderzoek hebt u het publiek ook nodig. Dus publiekscommunicatie hoort daarbij. Absoluut. We moeten zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om hun stamboom uit te zoeken. Maar zelf geniet ik er enorm van lezingen te geven en mensen vormingen aan te reiken. Omdat we daar zelf heel veel uit leren. Welke vragen speelt er onder de mensen? Hoe belangrijk is biologische verwantschap in vergelijking met de sociale ouderschap? Dus vanuit die context is het voor mijn onderzoek noodzakelijk om met het breed publiek in contact te treden. Bent u blij met die erkenning die u krijgt? Absoluut, dat is altijd leuk. Maar eigenlijk de wetenschappelijke resultaten zijn voor mij het meest belangrijke. En ook het feit dat voormoeders nu in de Vandalen staat, en dat was nog niet het geval bij het begin van ons project, is veel belangrijker dan de prijs.